De vakcentrale C47 roept het ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname als verantwoordelijken op na te gaan wat zich afspeelt bij de Surinaamse Postspaarbank. Robbie Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C47, zei gisteren tijdens de assemblée van de arbeid dat zij informatie hebben dat er op een onbezuiste of roekeloze manier wordt omgesprongen met staatsmiddelen. Veel instanties kunnen hierdoor geen subsidie ontvangen en dat kan volgens de voorzitter niet. Toch is hij dat hij met staatsmiddelen wordt er onbesuisd omgesprongen. Op zijn zachtst uitgedrukt. Dus de verantwoordelijke met de bigitekki de verantwoordelijke. En behoed oefenen voor verder ondergaan. Unulek C47, betekent ook wel wat informatie. Wij gaan op een verantwoordelijke manier hiermee om. We hebben die waarschuw, omdat die TAD van Lodu dat ontdropping ter bestemmende plekken. Wat heb je doen? Maar maak je dan bij je verantwoordelijke centrale bank aan financiën. Begin te doen sami. Behoed uno. Berenstein zei verder dat dit probleem zo snel als mogelijk opgelost moet worden. Omdat veel instanties afhankelijk zijn van subsidies afkomstig van staatsmiddelen. Dat kan het niet zo zijn dat wat mijn jola. En daar blijven de werknemers in armoede verder gedompeld. Dus we vragen daarvoor de speciale aandacht. Want wij zijn nog niet klaar met die zaak. Ja. We hebben beter die figuren niet. En dwing de verantwoordelijke trio in het geval de dwing. Daar hebben we dus dat gehad. Twee dingen nog tot slot. Ik heb begrepen dus dat een kwestie van aandelen verkoop van de baan is. Robbie Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C47. Hij sprak gisteren over de Surinaamse Postspaarbank kwestie tijdens de Assemblee van de Arbeid op het hoofdkwartier van de vakcentrale aan de J.A. Pengelstraat. Deze vergadering is gehouden in het kader van 1 mei Vrokkemang Day vandaag.